vandaag zijn we hier aanwezig bij het Stadslab op Indië, waar dus straks de nieuwe productie gaat draaien van katoen en water. En vandaag zijn de audities, dus wij vangen de auditanten vangen we op, we bieden een kopje koffie aan, we wijzen ze waar ze moeten spelen en bij wie ze zich moeten melden om de maten op te nemen. We zijn nog niet echt begonnen, maar het is wel een hele mooie verhaallijn, want Bert is een oudere man die zijn geliefde al heeft moeten begraven en haar enorm mist, maar terugkijkt en probeert alle herinneringen weer helder te maken, om die weer voor zich te halen, gewoon puur uit liefde. En hij vertelt al die verhalen over haar en wat hij heeft meegemaakt aan zijn verzorgster, want hij is echt wel hulpbehoevend. En daar ontwikkelt hij een hele mooie band, emotionele band mee. En terwijl hij terugkijkt, gebeuren er in zijn hoofd wonderlijke dingen. Want hij is stadsarchivaris geweest altijd. En hij weet dus alles over de stad Almelo. En in zijn herinneringen gaan de dingen verschuiven. Dus hij maakt dingen mee in zijn herinnering waar hij helemaal niet bij kan zijn geweest. Eindelijk weer. Wij zijn blij en gelukkig dat het weer kan. Blij dat het... Weer en zij zeggen het. Nee, ja. Ik niet. Zo goed. Ik kom zelf uit de theaterwereld en voor de schermen gewerkt, ook achter de schermen. En ik heb de man, de liefde gevonden hier in Enschede. En toen dacht ik, het kriebelt weer het theaterleventje. Dus heb ik Gerard opgebeld. Ik zeg, Gerard, ik wil werken. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ik werk nu ongeveer anderhalf jaar bij het Wilmink Theater als productieleider. Ja, wat kunnen wij een beetje verwachten van deze nieuwe voorstelling die straks in augustus, september in Almelo op de planken staat? Dat het een spektakel gaat worden. We gaan, zoals jullie misschien hebben gezien, het is nu nog een braakliggend terrein. Er is helemaal niks. Er ligt nog geen water. We gaan straks een decor bouwen op het water. Dus er moet nog water in. Er moet überhaupt nog een gat gegraven worden. Er komt tribune omheen. We gaan een driegangen diner serveren vooraf. Dus hij gaat verhalen vertellen over Almelo. Over de geschiedenis van Almelo. En zo neemt hij haar mee in het leventje over Almelo. Over de geschiedenis van Almelo. En dat gaan we eigenlijk zien. Dus we gaan twee verhalen zien. Geschiedenis van Almelo. Dat kunnen we natuurlijk niet helemaal laten zien. Want dan hebben we veel langer nodig dan één avond. Maar stukjes uit de geschiedenis van Almelo. En daarnaast het verhaal van Bertus en vrouw en zoons.